Elke maand hoort u van het CBS hoe het staat met de werkloosheid. Maar wanneer telt iemand nu precies als werkloos? Of beter, wanneer telt het CBS iemand als werkloos? Wij gebruiken internationale afspraken die ervoor zorgen dat de cijfers goed vergelijkbaar zijn tussen de landen. We beginnen met alle Nederlanders van tussen de 15 en de 75 jaar. Vervolgens kijken we naar degenen die geen betaald werk hebben. Hebben we dan de hele groep afgebakend? Nee, want de voorwaarde is ook dat je op zoek bent naar werk. Wie niets doet om aan werk te komen, telt niet mee in de werkloosheidscijfers. En dan is er nog een voorwaarde. Je moet ook direct aan de slag kunnen. Door die definitie kan het zijn dat wij mensen niet meetellen die u misschien wel beschouwt als werkloos. Of andersom. Een paar voorbeelden. Stel, je hebt iemand die wel zou willen werken, maar niet heeft gezocht omdat hij de moed heeft opgegeven. Die telt niet mee in de cijfers omdat hij niet kort geleden naar werk heeft gezocht. Een 16-jarige scholier die al een tijdje een baantje zoekt voor een paar uur op zaterdag, telt weer wel mee als werkloze. Maar iemand die op zoek is naar werk en een paar maanden met vakantie gaat, is tijdelijk niet werkloos. Ze kan namelijk niet van de ene op de andere dag aan de slag. En hoe weet je dat nou, of iemand op zoek is naar werk of snel kan beginnen? Gewoon door te vragen. Het CBS doet dat door middel van enquêtes. En al die mensen die een uitkering hebben, kun je die ook nog optellen bij de werkloosheidscijfers? Nee, want er kunnen goede redenen zijn waarom ze niet zoeken naar werk of niet snel beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of arbeidsongeschikt. En dan heb je nog mensen die werken en toch een uitkering hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een fulltime baan hadden, die kwijtraakten, maar wel weer parttime aan de slag gingen. Voor de resterende uren kunnen ze vaak een uitkering krijgen. Die mensen werken en tellen dus niet mee als werkloos. Dus samenvattend, je telt mee als werkloze als je tussen de 15 en de 75 bent, geen betaald werk hebt, terwijl je wel de afgelopen 4 weken hebt gezocht en direct beschikbaar bent. Is dat alles? Nee. Dat wij een tamelijk strikte definitie hanteren, betekent niet dat we van andere groepen mensen helemaal niks weten. Denk bijvoorbeeld aan mensen die meer zouden willen werken dan ze nu doen. Ook dat zou je als een soort van werkloosheid kunnen zien. Al dat soort cijfers vindt u op onze website bij de Barometer Beroepsbevolking.